Hoe pas ik mijn SD5-ventiel aan van een drukloze rondpomp naar drukdoelvoer? Welkom bij Indy, mijn naam is Erian, productspecialist. En vandaag wil ik jullie laten zien hoe wij dit SD5-ventiel om gaan bouwen van een drukloze rondpomp in de middenstand naar een druk doorvoer. Nou, dat doen we door een carry-overplug te gaan gebruiken. Waarom zouden we dit gaan doen? Nou, stel je hebt in je middenstand een rondpomp, maar je wil eigenlijk nog een extra functie toevoegen. Je wil nog een extra ventiel achter dit blok gaan zetten. Nou, dan kun je hetzelfde ventielblok kun je gebruiken. En dan gaan we aan deze kant, deze stop gaan we demonteren, die gaan we eruit schroeven. We pakken onze carry-overplug en dan zorgt die carry-overplug ervoor dat we ook druk achter het ventiel hebben in plaats van nu de rondpomp. Nou, we gaan over tot het demonteren van de plug die hier zit en het monteren van onze carry-over. En dan zie je bij de carry-over dat daar een speciale vorm aan zit. Dus een willekeurige verloopnippel gaat niet de functie geven wat deze carry-over plug gaat geven. Dus hou daar rekening mee dat je wel een speciale plug daarvoor gebruikt. We pakken onze inbus en we schroeven even. De plug eruit. De ene eruit. En de ander erin. Er zit nog een klein beetje olie zit erin. Dus hij smeert er mooi. We pakken onze sleutel 22. Kind kan er was doen. Zo eenvoudig, omgebouwd naar een carry-over. Drukloos naar druk doorvoer. Nou, heb je hier nog vragen of opmerkingen over? Neem even contact met ons op. Bel, mail, doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan graag tot de volgende video.